Jos Dikhoff uit Veldhoven had ooit een transportbedrijf met 3 wagens en een eigen pand. Maar de opdrachten liepen terug en sommige opdrachtgevers gingen op de fles. Nu heeft hij nog 1 truck en werkt hij van huis uit. Gewoon thuis een kantoortje opgezet. En daar doe ik gewoon mijn boekhouding en noem het maar op. Want anders kun je gewoon helemaal de kop niet meer boven water houden. Zeker de dag niet. Want de economische malaise hakt er flink in. Jos is nu op weg naar een opdrachtgever om een oplegger op te pikken voor Engeland. Hij is blij met elke rit. Maar heb je ooit ook, dan heb je een piek. Dan heb je 2 dagen, is het heel druk. En dan sta je ooit 5-6 uur op een vracht te wachten, want ze hebben niks. De helft van de transporteurs zegt dit jaar minder werk te hebben dan vorig jaar. En de concurrentie is moordend. Vooral van chauffeurs uit bijvoorbeeld Polen en Tsjechië. Omdat dat lage lonenlanden zijn, zoals ze dat mooi noemen. Daar kunt u niet, onderdoor. Daar kan ik niet onderdoor. En dan is de diesel in 3 jaar tijd 56% duurder geworden. Die kosten kan Dikhoff niet 1-op-1 doorberekenen. Was dat maar waar. Dat is juist de issue. Iedereen kan zijn onkosten, hogere inkoop, allemaal doorberekenen. Behalve in transport. Daar moet sowieso verandering in komen. En de tweede zeg ik, wat mijn mening is. Jongens, trek over heel Europa. We hebben Europa 1. 1 minimale prijs voor transport. Maar zolang het zover nog niet is, moet de kleine transportondernemer met minder genoegen nemen. De kosten drukken. Dat heeft te maken dan met zuinig rijden, een auto uitlopen, andere tijden rijden. Dat je zo min mogelijk in files komt, want doordat je in files komt, krijg je een hoger brandstofverbruik. Daar kun je op besparen. Dikhoff Transport houdt het hoofd nog boven water. Veel collega's lukt dat niet. Volgens Transport en Logistiek Nederland is het aantal faillissementen in de branche in een jaar tijd met 50% gestegen.